Als mensen binnenkomen, dan staan ze altijd eerst stil om de ruimte in zich op te nemen, omdat ze totaal niet hadden verwacht dat er zo'n volume in de ruimte zit. En het tweede aspect is dat ze nooit hadden gedacht dat zo'n hele grote ruimte zo gezellig en comfortabel zou kunnen aanvoelen. Jan-Hari Dekker, ben de kerk tegen het lijf gelopen in 1996. En ik zag in die kerk een fantastisch nieuw kantoor voor me, waar ik destijds naar op zoek was. En als een soort extra cadeau is daar een woning ingebouwd. Waarbij ik het geluk gehad heb om dat samen te mogen doen met architect George Witteveen. Die juiste invulling weten te vinden tussen openheid en beslotenheid, geborgenheid en transparantie ten opzichte van de ruimte, iedere keer daarin de juiste balans vinden, was eigenlijk wel de mooiste deel van de opgave. George stelde voor om met hout, beton, glas en staal te gaan werken. Ik denk, nou, ik heb niet het idee dat ik daar gezellig met een glaasje rode wijn 's avonds tussen die materialen ga zitten. Maar eigenlijk is dat dus wel gebeurd. Het is een hele wonderlijke mix van een super warme, cocoonachtige sfeer. Dankzij misschien wel, of ondanks het feit dat het over het algemeen vrij harde materialen zijn die er gebruikt zijn. Ruimte zijn gedefinieerd, met gebruik niet. Ik vond het heel belangrijk om meerdere ruimtes in die grote ruimte te creëren, die allemaal hun eigen functie hebben, maar ook een soort van uitwisselbaar zijn. Die master bedroom die heeft natuurlijk de functie master bedroom, maar heeft vooral ook de functie van het opdelen van die hele grote ruimte. Daardoor ontstaan meerdere ruimtes als vanzelf. Het geeft enorme vrijheid als je een wat langere periode ergens woont. Als je letterlijk de ruimte hebt om dingen anders te doen, ook al is het maar tijdelijk. Is het altijd heel fijn om weer een soort van nieuwe setting te ervaren en een nieuw gebruik te hebben. Dus dat heeft George wel heel goed gedaan. Bij de open haard in de winter vind ik ontzettend fijn. Zomers is het echt het terras. Dat gewoon de halve kerk aan de zijkant qua dak open is. Waar zonnebedden zijn, waar tafels staan waar je kan zitten en eten. Waar schuifdeuren zijn naar de woonkamer, zodat buiten eigenlijk helemaal naar binnen getrokken wordt. Dus de zomer en de winter zijn allebei eigenlijk hele bijzondere seizoenen qua beleving in de kerk. Totaal anders, maar ja, ook wel redelijk onverwacht, zeg maar, als je dat nog niet eerder hebt gezien. Een extreem rustige buurt, waarbij het pleintje eigenlijk ook nog een soort van mini-samenlevingtje is. In het begin was het gewoon dat je gewoon niet kon geloven dat je in zo'n woning zou gaan wonen. Ja, dat was echt euforisch.